De computersystemen van apotheken zijn onbetrouwbaar. Ze waarschuwen niet als patiënten medicijnen krijgen die elkaar tegenwerken of als de patiënt ergens allergisch voor is. Dit stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg na onderzoek. Elk jaar eindigen 19.000 mensen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. De Inspectie heeft aan alle apothekers een waarschuwingsbrief gestuurd. Hans Schuurman van Apotheek Boterdiep erkent dat de situatie niet perfect is, maar dat de apothekers zeer zorgvuldig handelen. De cliënten hoeven zich geen zorgen te maken ze hoeven zich geen zorgen te maken. Maar ze kunnen misschien wel als ze bijvoorbeeld bepaalde allergieën hebben of bepaalde overgevoeligheden. En ze denken de apotheek weet dat niet, dan is het wel verstandig om die alsnog door te geven. Het contact tussen de apotheker en de huisarts over het medicijngebruik van de patiënten moet verbeterd worden. Nou, de apotheken zijn gekoppeld op het grootste deel. Maar uh, de huisartsen en de apotheken zijn inderdaad qua die gegevens niet goed gekoppeld. We kunnen bijvoorbeeld niet zien of iemand een allergie heeft bij de huisarts. Dat kunnen wij niet zien. Nog niet. Maar daar zijn we wel druk mee bezig, of de softwarehuizen, om dat alsnog uh, op te lossen. Apotheek Diep ligt zijn klanten al voor over goed en veilig gebruik van medicijnen. Daar komt het verrassend vaak uit dat het niet goed is. Dus het is inderdaad ook uh, dat mensen ook scherp blijven van hoe zij hun medicijnen gebruiken en of zij dat nog steeds zo doen als ze in het begin deden. En als ze dat betwijfelen, dat ze dan gewoon naar de apotheek gaan. En gewoon vragen om een nieuwe uitleg. Of, of dat ze het even voor kunnen doen om te laten zien van hoe ze het doen. En dan kunnen ze ons commentaar krijgen van of ze het goed of slecht doen. En hoe het dan wel moet, natuurlijk.